Hallo, mijn naam is Lars Seurensen, presentator, dagvoorzitter en businessvlogger. Deze vlog gaat over Clean to Antarctica. Een event van Technische Unie, Draka, Philips Lighting en ABB. En dit is een kleine impressie van hoe dat er vandaag aan toe ging. Met onder andere het verhaal van Edwin van der Velde, Helga Leur en ook directe praktische voorbeelden van de organiserende partijen. Kijk je mee? Jij bent heel erg bezig met het klimaat, met de wereld. Dat is ook wat je hier vertelt op het event van Clean to Antarctica. Wat spreekt jou aan in dat verhaal van Edwin? Nou ja, als je de achtergrond weet dat ik me een soort ambassadeur voel in de combinatie klimaat, duurzaamheid en gedrag. De urgentie is er om wat te doen, hè? Want klimaat op Antarctica verandert ook ongelooflijk snel. Maar dat klinkt nog heel ver weg. Weet je, het ligt niet naast ons, het ligt niet naast de deur. En ons menselijk brein is alles wat te ver weg is of te dramatisch is, daar sluit ons voor af. En laten we heel eerlijk wezen, jij en ik weten donders goed dat wij een aandeel hebben tot een veranderende atmosfeer. Dus wij zijn continu naar dingen, naar smoesjes op zoek waarom wij vooral niet iets hoeven te doen. Dus de kunst is om in jezelf de reden te vinden waarom je wel wat wil doen. Ja, en zo zitten we in de Solar Voyager. Ja, 40 dagen, dat is de langste periode dat we hierin zitten. 40 dagen is deze capsule, wat is het meer? Er komt nog heel veel techniek bij straks, maar in deze ruimte gaan we leven. Ja. Dit is ons huisje. Het mooie is, je ziet natuurlijk dat printen draad dat jullie gemaakt hebben van het afval wat jullie samen met die kinderen hebben gejut in de stad eigenlijk. Ja, je ziet het gewoon terug. Ja. Is zo'n constructie dan wel stevig genoeg om op Antarctica door elkaar geschud te worden op al die sneeuw en ijs? Ja, zeker. Zeker. Kijk, dat is de creativiteit en de vindingrijkheid van de mens die ons zo ver heeft gebracht. We zijn natuurlijk struikelend die toekomst ingegaan. De eerste experimenten die we daarin hadden, dat was één drama. Dat ging helemaal niet goed. Maar aldoende leert men. Hè, hoe eerder je faalt, hoe eerder je ook kan leren. Dus uiteindelijk is het ons gelukt om in een printer een bouwsteen te maken. En we noemen het Hexcore, die zo duurzaam is. Dat we hiermee een hele sterke constructie hebben. Ja. Nou, ze zoeken ook nog partners. Als je het als bedrijf nou gaaf vindt om een bijdrage te leveren, dan kun je zo'n Hexcore sponsoren en op die manier bijdragen aan het verhaal. En ik hoop later nog wel een update te kunnen doen over de avonturen van Edwin en zijn hele team eromheen natuurlijk. Want zij zijn met twee man hierin, maar er zit een heel team om bij. Dus ik kom zeker nog een keer terug, want ik vind het een waanzinnig gaaf verhaal. Hopelijk jij ook. Clean to Antarctica. Dit moet anders. Ik ben er al een beetje klaar mee. En je mag best voor jezelf om warm te blijven. Zo, en na de duurzame lezing is het tijd voor heerlijke eten en drinken met elkaar. En natuurlijk de kookworkshop van Pierre Wind. Ja, en dan zit het er alweer op na de lezingen, de kookworkshop, het gesprek met de expeditieleider en de pitches van de vier partijen die dit evenement hebben georganiseerd. Technische Unie, ABB, Philips Lighting en Draka. Ben je zelf ook als ondernemer bezig met duurzaamheid en wil je daar meer ook? Hou dan zeker even de websites in de gaten van deze partners. Ze gaan graag met je in gesprek over hoe we de installatiebranche nog duurzamer kunnen maken. Ja, en ik zelf wil natuurlijk heel graag dat je lid wordt van de SDG Supporters Club, de Sustainable Development Goals. Laat ze voor jou als ondernemer ook een leidraad zijn om je eigen weg in duurzaamheid aan te toetsen. En word gewoon even lid, weet je wel. Twee tientjes ben je lid, steun je direct 17 concrete doelen. En er is ook nog ruimte voor een aantal partnerships met bedrijven. En tot de volgende vlog.